Ongeveer een jaar geleden is Joost Bourlon bij mij geweest, nadat zijn broer Hans, die ik goed ken, mij had verwittigd, ik stuur jou mijn broer. Zo ging het. En die is bij mij thuis geweest en dan hebben we gekeken wat er voorhanden was. Hij heeft zijn plannen uit de doeken gedaan, die er toen nog licht anders uitzagen dan wat het uiteindelijk is geworden. Maar je kon toen al zien dat het iets, laat ik zeggen, spectaculairs en iets heel nieuws zou zijn. En dat is in elk geval gelukt met deze tentoonstelling. Als je het een tentoonstelling mag noemen, want het houdt een klein beetje het midden tussen theater en een tentoonstelling. Iets meer naar de tentoonstellingskant dan naar de theaterkant, dat geef ik toe. Maar in elk geval, het heeft iets van de twee.